De belangrijkste tip om een project succesvol te maken is een goede balans tussen inhoud, proces en omgeving. Succesvolle marktmodellen zijn met name die modellen waarbij de omgeving ook actief betrokken wordt vanaf de start van het project. En dat mensen voor zichzelf een goede agenda hebben gemaakt hoe ze die omgeving willen betrekken. Welke doelen ze willen bereiken, welk gedrag daarvoor belangrijk is. En dat is ook iets wat ze binnen de opleiding nadrukkelijk aan bod komt. Nou, als je projectleider bent rond energieprojecten, of je bent projectmedewerker, of je moet dit soort projecten aansturen, of je bent opdrachtgever daarvoor, dan moet je eigenlijk ook iets weten van je speelveld. Je moet iets weten van de inhoud. Hoe ziet de windmolen er eigenlijk uit? En waarom werkt een zonnepaneel? Hoe maak je een business case daarbij? Dus je moet eigenlijk het hele speelveld moet je een beetje begrijpen. Dan kun je zelf ook je eigen rol op een goede manier spelen. Wat belangrijk is dat je weet hoe je omgaat met het beïnvloeden van gedrag van mensen, zodat ze ook de juiste keuzes maken die te maken hebben met duurzaamheid. Dus de aanleg van de windmolenpark, acceptatie ervan, of zorgen dat mensen op de juiste manier het gaan bouwen. Eigenlijk moet je gewoon het hele plaatje moet je goed beheersen. Je moet de context kennen van de techniek, van de financiën, van de organisatie, maar ook van het menselijk gedrag. De opleiding sluit met name aan bij de praktijk van projectontwikkeling. Gebied van zowel als je bezig bent met windenergie, zonne-energie, energiebesparing, warmte-koude projecten, het hele brede scala aan duurzame ontwikkelingen. Wat daarbij belangrijk is, is dat de verschillende facetten aansluiten bij de praktijk. En dat zijn zowel de inhoudelijke zaken, maar ook zaken rond financiën, het akkoord krijgen op een business case, hoe zitten de financiers erin, al die facetten die nodig zijn om je project succesvol te kunnen afronden over de hele looptijd. Die worden meegenomen in deze opleiding.